Special Olympics is a leader in sport for people with intellectual disabilities. Its unified sports program provides opportunities for athletes to play alongside their non-disabled peers in integrated teams. Research in Europe and the United States has shown the benefits this brings to both sets of players. In the research coordinated by the University of Ulster, we interviewed athletes, team partners, coaches and family members. All were agreed that Unified Sports had been very successful, especially in helping the athletes with disabilities to become more socially included. We were able to identify four reasons for why this happened. Positive perceptions of persons with intellectual disabilities were created through their sporting talents. The youth could learn from one another during training and in competitions. Equal and inclusive bonds were created on the teams, and alliances were built within local communities to promote inclusive sports. These gains held across different European countries and are being realised in Belgium today. Ik ben Dries van den Linden, ik ben 19 jaar. Ik ben Stinus Maarten, ik voetbal een paar seizoenen bij SC Bergh. Wat wij juist doen bij Unified is, wij spelen samen met partners. Dus atleten, dus dat zijn mensen met een beperking. En partners, dat zijn mensen uit het gewone voetbal, dat zijn valide mensen. En, wij spelen daar mee samen. Ja. Wat ik het leukste vind is het hoge niveau. Dat het niveau hoger is en dat je altijd voor een uitdaging staat. Nog beter worden natuurlijk. Bij de beste van de ploeg horen. Mijn naam is Stijn en ik woon in Genk en ik voetbal gedurende 8 jaren bij FC Bergh. Het leukste is eigenlijk de kameraadschap die je eigenlijk van heel de groep terugkrijgt. En vooral dan van de atleten, de vreugde en het enthousiasme wat die mannetjes, eigenlijk, gelijk ik het noem, eigenlijk teruggeven aan u. Dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een heel grote waarde. En dat kan ik ook iedereen aanraden om toch zoiets te doen. In our research, it became apparent that the team coach played a crucial role in the success of Unified Sports. Ik ben Henk Olson, coach bij FC Bergh. We gaan nog hopelijk vele jaren mogen meegaan als coach. The impact of Unified Sports went beyond the playing field, as this parent explains. Naar de ouders toe denk ik dus dat het wel eerder een mentaal proces is. Omdat je dus als ouder gewoon bent van altijd je kind te superviseren, te beschermen. En dat is een patroon dat aangeleerd is eigenlijk met de jaren. En dan opeens komen daar mensen aan met een inclusieproject en je bent dan wat achterdochtig. De mensen in het algemeen zijn dat niet gewoon, omdat groepjes altijd zo in groepjes zijn verdeeld geweest. En plots komen die dan bij elkaar en dan is dat zo'n beetje aftasten. En als dat dan lukt, ja, dan is dat eigenlijk iets heel moois dat ontstaat. Dan is dat een beetje poëzie ook, een verrijking en dat is iets wat dat nog gaat moeten groeien en ik hoop echt dat dat zo mag doorgaan.
Special Olympics have built on the success of Unified Sports with a new school-based initiative called Project Unify. Wij zijn blij dat Special Olympics een scholenprogramma heeft, project Unify, en dat zij ons opgevist hebben met ons project dat wij doen tussen Terbank en Paridance. En zij kunnen misschien andere scholen die de sprong willen wagen ook ondersteunen, zodanig dat er wat extra handen zijn om in zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een gelijkaardig project op te zetten. The evaluation we conducted across Europe and in India identified how classmates and teachers could make inclusion a reality in their school. Ik vind het eigenlijk wel goed dat leerlingen met een handicap proberen zich een beetje te mengen tussen de mensen zonder een handicap. En ik vind dat project eigenlijk wel een heel goed begin is om zo voor te zorgen dat leerlingen van buitengewoon onderwijs met het gewoon onderwijs in contact komen. Mijn gevoel was toch een beetje raar om die met andere leerlingen te zijn van Paridance. In het begin kennen we die niet zo goed, die vele duizend leerlingen. Maar ze zien er elke maandag zijn, ze stilaan leren kennen. Many people with intellectual disabilities are unemployed when they leave school. Yet PED employment is another indicator of social inclusion in many European countries. A project at the Antwerp Management School is developing work opportunities for young adults with intellectual disabilities, as the project leader explains. Ons onderzoek gaat over de inclusie van personen met een verstandelijke beperking in een normaal economisch circuit. We kijken vooral naar de meerwaarde daarvan voor zowel de bedrijven als voor mensen met een beperking zelf. En we bestuderen eigenlijk twee soorten cases. Enerzijds waar gewoon individuen worden opgenomen met een beperking, dus een gewoon bedrijf. En anderzijds kijken we naar bedrijven waar groepen van een beschutte werkplaats werken onder de noemer enclavewerking. Wel, we zien eigenlijk dat bij heel veel jonge mensen die krijgen een goede training om bepaalde vaardigheden te oefenen, bijvoorbeeld voor een groendienst of in een keuken te werken. Maar wat vaak nog mist is echt het geloof in hun eigen kunnen. Mensen met een beperking zitten vaak in een circuit waar dat ze heel vaak gewezen worden op hetgeen dat ze niet kunnen of hetgeen dat ze anders zijn dan anderen. Maar ja, vaak moeten ze toch echt wat meer vertrouwen krijgen in waar ze wel goed in zijn, welke capaciteiten en competenties ze wel hebben en hoe dat ook nuttig kan zijn voor andere mensen. Ja, dat stuk empowerment mist vaak nog, denk ik. Ik ben hier vandaag met Evi Ploegaert. Evi is mijn collega onderzoeker, ze is 31 jaar en Special Olympics atlete atletiek. Maar daarnaast is ze ook ambassadeur voor de Special Olympics. Ze stelt de Spelen voor bij bedrijven, bij organisaties, politiekers, sponsors, etc. En de eerste werkplaats dat we gedaan hebben, daar waren de collega's nog wat een beetje schrik voor de werking van mensen met een beperking, omdat dat een goedkopere werkkracht waren. Maar uiteindelijk liepen toch wel vlot. En de andere bedrijven die namen direct de mensen met een beperking in die groep op. Hun zelfvertrouwen groeit meer en ze kunnen ook meer bewijzen van wat ze kunnen. En ze voelen ook beter in de maatschappij en voelen ook dat ze er meer bij horen.
As you've seen, people with intellectual disabilities are being included in schools, in sports, and in employment. Special Olympics is committed to working with a range of partners, such as the Antwerp Management School, in changing for the better the lives of people who often live in the margins of our society rather than being fully part of it. Much has been achieved, but more remains to be done.